Ik ben Debbie Brussaert. Ik ben bijna 52 jaar. Ik heb al sinds 1992 Shelties. Dat is een ware passie geworden inmiddels. We zeggen ook altijd, eenmaal een Sheltie, nooit meer wat anders. Nou, dat klopt ook. Dat is mijn haan Billy. Die komt er af en toe even tussendoor. Ik ben in 92 begonnen met twee teefjes. Nooit intentie gehad eigenlijk om te gaan fokken, gewoon als huishondjes. Maar ik wilde meer weten van de honden en toen ben ik een cursus AKK gaan doen, Algemene Kinologische Kennis, toen bij de KC Zaanstreek. En toen kwam ik in contact met een Sheltie fokker, die had toevallig een nestje liggen. Dat ben ik gaan bezoeken en dat is de grootste fout geweest in mijn leven, want sindsdien ben ik helemaal aan dit ras verknocht. Ik heb uiteindelijk 10 jaar lang gefokt. En ja, na 10 jaar had ik het even gehad. Ik was er even klaar mee. Het is best heel veel werk. Ik stop ook heel veel werk in het socialiseren van de pups, begeleiden van de mensen. Je houdt met heel veel mensen contact. Dus ja, ik had het even gehad. Dus ik ben toen in 2004 ben ik gestopt met fokken. En toen kwamen mijn vriendin, die ook toevallig Debbie heet, en ik kwamen erachter dat er toch wel een slechte opvang was voor hondjes die herplaatst moesten worden binnen de Sheltie-ras. Dat werd vanuit de diverse verenigingen toch wel slecht georganiseerd. Toen zijn wij in 2007 gestart met Stichting Sheltie Rescue. Mijn grootste uitdaging is een hondje goed plaatsen. Dus je krijgt een hondje binnen en die heeft gedragsproblemen gehad. En de enige oplossing was het hondje uit die situatie weg te halen en weer van scratch af aan te beginnen met heropvoeden, socialiseren. En dat je dan inderdaad een gezin weet te vinden die precies aansluit op wat dat hondje nodig heeft. Wij zeggen ook altijd, wij zoeken geen hond voor de mensen, wij zoeken mensen voor de honden. De filosofie van de Sheltie Rescue is om de hond hond te laten zijn. Dus dat betekent ook dat we zoveel mogelijk met natuurlijke producten werken. Onze voeding die we de honden geven is natuurlijk. We hebben vers vlees en goede brokken. Maar ook de medicatie die we gebruiken. We zijn heel veel met kruiden en met homeopathie bezig. Omdat als je die honden volstopt met, en vooral de Sheltie, als je die volstopt met allerlei onbekende chemische hocus pocus producten, zo noemen we dat maar. He, al die eetjes die je op de verpakkingen ziet staan en waarvan je denkt, wat is dat in vredesnaam? Nou, en dat vervelende is, onze Shelties hebben daar vaak heel snel aan last van. Dan zien we huidproblemen, gedragsproblemen, epilepsie, zelfs door voer. En het gekke is, als we dan een hond binnenkrijgen en we weten wat hij eet, dan weten we vaak al waar het probleem vandaan gekomen is. Dan hebben we vaak al voor 50% het probleem, als het een gedragsprobleem is of een gezondheidsprobleem, hebben we vaak al voor het grootste gedeelte opgelost door hem op een ander, een beter voer te zetten. Ik denk ook, ik weet niet of dat al hard te maken is of dat al wetenschappelijk bewezen is, maar ik kan de logica er wel van inzien dat die hondjes op den duur allemaal lever- en nierproblemen krijgen. Als je dus een hele leven lang te roekeloos omgaat met chemische producten. En daarom blijf ik bij de natuur. De allergrootste succes die wij hebben gehad met een eco-stijlvoer, dat was toen met Bodie. Die jongen die kreeg zijn reu en die kreeg hotspots. Nou, echt vanaf zijn oor, over zijn schouder heen. Echt vreselijk. We wisten van gekkigheid niet meer wat we met die hond aan moesten. Die mensen hadden alles al, echt het hele repertoire al afgespeeld. We waren naar allerlei specialisten al geweest. Allerlei soorten voer, vers paardenvlees, rendiervlees zelfs, nou van alles. Op een gegeven moment, ten einde raad, EcoStyle gebeld, van in godsnaam help deze jongen. Nou, Marian heeft inderdaad contact opgenomen met die mensen. En we hebben ook gezegd, jongens, dit wordt een lang traject. Dit doe je niet zomaar, dit is geen pasklare oplossing. Je gaat nu een ander voer gebruiken, je gaat daar supplementen bij doen. Hij mag niets anders eten, echt alleen maar dat. En dan is het een kwestie van volhouden. En dat heeft ze gedaan. En het petje af hoor, eerlijk waar. Ik heb die mensen een heel groot compliment gegeven. Je moet geduld hebben.
Want huidproblemen los je niet op met pasklare pilletjes en poedertjes. Het is tijd. Het kost heel veel tijd. 3 maanden later, je gelooft het niet, die hele hond, zijn vacht was weer helemaal hersteld. Hij is weer vrolijk, hij is niet meer depressief. We hebben echt op punt gestaan die hond te laten inslapen. Hij werd gewoon depressief. Hij was levensmoe van de ellende. Nou, en nu? Hij is weer helemaal toppie. En dat is leuk. Het mooiste wat ik zou willen bereiken met dit filmpje, ten eerste is dat mensen altijd eerst nadenken voordat ze een hondje aanschaffen. Dat is het allerbelangrijkste. Dat je eerst eens gaat kijken, wat kan ik een hond bieden en niet wat biedt een hond mij? Want dat is niet eerlijk. Een hond kan zich niet aanpassen aan wat jij allemaal wil. Jij moet je aanpassen aan die hond. Dus dat zou ik als eerste willen bereiken. En hebben de mensen een Sheltie en ze kunnen hem niet meer houden, schroom dan niet. Neem dan even contact met ons op. Echt waar, wij zorgen voor een goed plekje. Dat wil ik bereiken. En ze kunnen altijd ons vinden via www.sheltierescue.nl. En we staan altijd klaar. En we hebben overal antwoorden op. En als we ze niet hebben, dan zoeken we ze op. Ik ben Debbie. En ik vind dat als je je hond op een natuurlijke manier verzorgt, dan heb je pas echt respect voor hem.